als je deze video woont, wat? En dan kan draaien. Oh, dat is wel een handige videospeler. Maar ken je deze trailer nog van Team Fortress? Ja, ja, klopt. Ja. Die kun je naspelen. Ja, cool. Hoe ben je spelen nu dan? Ik ben Surgeon Simulator 2013 aan het spelen. Dat is een spel waarbij jij een chirurg bent. En je hebt volledige controle over één hand. Die kan je naar beneden doen en je kan alle vijf vingers vastklempen. De game is al een tijdje uit, dus ik ben een beetje laat. Het idee is dat als ik deze een beetje onder controle heb, dan wil ik dat als deze week alle GameKings... Oh, dat is niet de bedoeling. We gaan niet helemaal lekker. Hij verliest heel snel bloed, verder zien. Ja. Maar goed, als ik deze game onder controle heb, dan wil ik de rest van de GameKings die game ook laten spelen en kijken hoe ver ze komen. Want het is vooralsnog vrij pittig. Ik probeer nu een zaag vast te maken. Ik ben trouwens bezig met de Team Fortress mode, waarbij jij de medic uit Team Fortress speelt en de heavy uit Team Fortress moet opereren. Maar volgens mij mis ik iets. Maar dan heb ik de mogelijkheid om mijn hand te draaien. Ja, want hij ging wel langzaam draaien. Maar... Dat is handig. Ja. Dit snap ik. Maar... Nino maakt dan dus een soortje van zijn... Dit is mijn bureau, oftewel het main menu. Hoppa, allemaal niet nodig. Maar mijn patiënt Bob ligt nog steeds hier. En ik snap dat ik Bob zijn kleedje moet weghalen. Hoppa. En dan zal ik toch echt dit zaagje moeten hanteren. Ik durf te beweren dat een echte open hartoperatie makkelijker gaat dan dit. Ja. Ja, kijk, dan heb ik die zaag. Nou, als het goed is, heeft de chirurg meer dan één hand normaal. Oh, wacht, kijk eens. Oh. Dat hebben we in ieder geval door. Ja. Oh ja. Die maar omhoog. Wacht, ik heb nu door hoe ik mijn hand kan draaien. Dat is wel redelijk essentieel als je een open hart operatie wil doen. Alright. Kijk maar niet uit. Dan zei ik toch wacht dat ik hem zo en dan moet ik hem zo positioneren. Ik ga waarschijnlijk in de comments precies horen hoe ik dit wel had moeten doen. Volgens nog. Zou je toch denken dat? Ik bedoel, ik snap dat dit niet de meest ergonomische manier is om je zaakje vast te houden. Kut, ben ik kwijt. Weer opnieuw. Ik raak de hele tijd mijn horloge kwijt. Ik weet niet hoe dat is. Hallo Dominique? Ja? Ik heb zijn ribbenkast gedeeltelijk weg. Kut doekje aan de kant. Ah, kijk. Maar heb je mijn hamer gedaan? Ja, mijn hamer. Oh, oké. Okay. Ja, met de achterkant. Open trekken. Ja, ik zat net zo. Oh ja. En moet oppassen dat ik niet veel in zijn ingewanden. Ja, het lijkt me ook handig dat ik nog iets van de ribben overhoud. Maar dat is... Ik ben geen dokter hoor. Ik heb gehoord dat je vooral heel rigoureus alles eruit moet halen. Ah, oké. Okay. Martin, durf je de uitdaging aan? Welke uitdaging? Nino's uitdaging voor Surgeon Simulator. Tuurlijk durf ik dat aan, man. Ik ben vroeger ging ik altijd heel vaak op mijn bek mijn skateboarden. Er is heel wat aan mij gepield. Dus ik denk dat ik heb het zo vaak gezien dat ik het zelf ook wel kan. En goed hoor, ik heb een steady helm. Kijk maar. Dus het komt me goed. Pak dit! Zie je? Kutspel. Nino kan er geen fuck van, ik wel. Dominique, durf jij de uitdaging aan deze week? Ja, zeker. Ik zou sterker nog zeggen, toen ik heel jong was, wilde ik chirurg worden.
Maar toen kwamen we op tv die 24 uur, of die real life shows, dat je zag hoe al die operaties naartoe gingen. En toen was ik wel heel snel klaar mee. Ik heb het heel snel opgegeven daarna. Maar dit durf ik wel even, wil ik wel even proberen. Ik weet niet of ik. Ik denk dat ik twee linkerhanden heb, maar we zullen zien hoe het gaat. Goed, ik ben dus flink aan het prutsen met Surgeon Simulator 2013. En ik heb inmiddels. Ik heb een beginnetje door. Ik ga rustig doorspelen. En dan als later deze week de rest van de Game Kings crew hier is, ga ik ze allemaal uitdagen om deze game ook te spelen. En ik verwacht vooral veel dat Skate en JJ gaan schreeuwen. Dus dat wordt lachen. Dus check later deze week nog een keer Game Kings extra voor het vervolg op ons avontuur met Surgeon Simulator.